De Westerschelde is een van de drukst bevaren wateren ter wereld. Loodsen zorgen ervoor dat dat veilig gebeurt. Jaarlijks begeleiden ze zo'n 45.000 tot 50.000 schepen. Tot vanavond. Ben je voorzichtig? Yes. Robin van Velsen is sinds 8 jaar loods. Vandaag gaat hij aan boord van een gastanker die naar de havens van Antwerpen vaart. Bedankt. Hallo. Good morning. Hallo captain, thank you for hospitality. We gaan aan boord en dan stellen we onszelf voor. En dan heb je het eerst over waar we heen gaan. Nou, dan zeg je van wat de manoeuvre-eigenschappen zijn. Dan bespreek je dan met de kapitein. Je zegt wat je gaat doen of wat hij nog nodig heeft in Antwerpen. Ja, dan ga je een stuk varen. So for entering, we have a working bow thruster? You have a working bow thruster? Ja, 50 kilowatts. Oké. Okay. Ja, goedemorgen. Ik spreek met de loods op de Coral Star. Ja, goedendag. 66 decimeter. Boegschroef positief. Dokloods vastmakers. 0 sleepboten. Geen. Ja, oké. Okay, goed wachten hoor. Dag hoor. 150. Als je je opleiding afgerond hebt na 13 maanden, dan begin je op de kleinere schepen, dus tot de 100 meter, het eerste half jaar. En dan groei je elk jaar of anderhalf jaar of 2 jaar, dat is een bepaald systeem voor, groei je dan door in lengte. En ik ben nu per 1 oktober word ik dan alle lengte op zee. En dan tot 260 meter op de rivier. Ik vind dat meer dan prima. Ik zou me er niet prettig bij voelen om al op zo'n heel groot schip te gaan varen. 175. So as far as it looks now on the planning, we go to the Berendrecht lock, port side alongside. Second one going in. Also the Rossini ahead of us is also going in the same lock. But all subject to change. Eh? De lastigste uitdaging vind ik niet zozeer het schip veilig naar de haven brengen, maar is toch om de communicatie vlot te laten verlopen tussen de manning en mijzelf. De eerste uitdaging als je aan boord komt is dat duidelijk te krijgen. 100. This is movie star sunglasses, hè? Je moet echt wel zelfstandig zijn. Je bent daar als loods zelf, ben je daar alleen op de brug. En je moet eigenlijk het hele team van het schip moet je adviseren in wat ze moeten doen. Je moet zeker wel wat van de culturen weten. Je kan met een Nederlandse kapitein of Russische kapitein of een Filipijnse kapitein ga je gewoon heel anders om. ECD, de Coral Star. De Coral Star, de bevestiging komt er als derde in de Berendrecht, hè? Ja, als derde aan bakbord, hè? Ja, zo correct. Ja, oké, dank u wel, hoor. So just let me know when you like to take over, captain. Shall I will line her up for the lock? Yeah, yeah, that's okay. Okay. Port 20. Midships. Dead slow astern, please. You will take her over, captain? Yeah? Yeah, I will. So, captain takes over. Als de kapitein aangeeft van nou, ik wil zelf manoeuvreren, dan heb ik daar geen probleem mee. Dan ga ik erbij staan en dan controleer ik wat hij doet. Let's bring the bow a little bit closer. Nog 80 voor die Coral Star, 80 meters. Als hij iets doet wat volledig fout is, dan zou ik hem adviseren van nou, als we het zo doen, dan gaat het niet goed komen. Dus dan grijp je in die zin gewoon in, maar dan de verantwoordelijkheid blijft bij de kapitein liggen. En positie. Position. Dan zit het erop. Dan gaan we van boord. Als klein jongetje ben ik nooit echt echt bezig geweest met het loodswezen. Het heeft mij steeds meer geboeid en ik voel me nu zeker wel bevoorrecht dat ik nu uiteindelijk loods ben en zulke grote schepen de havens in mag loodsen.